als we in de laatste rechte lijn zijn. Nu nog 300 meter te gaan hebben. En Isabella J.E. nog altijd leidt. Isabella J.E. Indie Lady op de tweede plaats. Daarachter I Am Zandbergen. Dan Indian Fanatic die door het pak heen komt. En nu naar een vierde plaats komt. We gaan dan de laatste 150 meter in. En het is Isabella J.E. die nog altijd leidt voor Indie Lady. Isabella J.E. wint de eerste derby selectie. Heel gemakkelijk. Op de tweede plaats is het Indie Lady. Dan Indian Fanatic. En op de vierde plaats E-mail ook aan je. En dan komen ze aan, geweldige winnaars van de Derby Selectie 1. Isabella J.E. Dikkie Hof, 3 jaar deze lichtbruine Mary. Virgil Boko uit Ali J.E. Een fokproduct van de combinatie Kruis van Haastert. Bezit van Stal PD, trainer Bas Krebas. En de andere connectie met Stal Kruis is dat rechterhand. Dikkie Hof, dit paard mag rijden in de klassiekers voor Stal PD. En daar tot nu toe ongelooflijk succesvol mee is. Ja, Dikkie, we staan even met de rug naar het publiek, maar het is even niet anders. Soms komt dat zo uit. Dikkie, gefeliciteerd. Ja, jij zat natuurlijk het lekkers van allemaal, want er was geen enkele druk. Je had middels de sweepstakes dat ticket al te pakken. Ja, natuurlijk, dat is zo. En hij was in principe gekwalificeerd. Maar ik wou het toch vandaag wel even testen. En ik wou het ook afdwingen vandaag. Dat was ook echt de bedoeling. En je zag ook dat het heel gemakkelijk ging. Dus, Je wilde testen. Had je het idee dat de laatste keer wat minder was? Nee hoor, nee. Toen deed ik het niet helemaal goed. Had ik denk ik in de eerste hoek gelijk al moeten aanvallen, als ik de kop wou hebben. Bleef ik wat lang zitten, ging hij heel langzaam rijden. Nou ja, en dan moeten we natuurlijk zo'n laatste kilometer heel erg hard. En dat kon hij van Rick toen ook. Dus, Dikkie, wat denk jij van de 2600? Is dat een probleem? Ik denk dat het geen enkel probleem is. En kan het ook van kop af? Ja, nou, dat gaan we zien. Ja, dan weet je niet hoe dat loopt natuurlijk. Ze is tot nu toe verreweg het beste van kop af. Maar we gaan het zien. Ja, maar goed, het is dus ook een paard voor de afstand. Dat denkt Dikkie, dat is mooi. Want dan behoort ze toch echt tot de topfavorieten voor de derby. En de eerste slag is uitgedeeld hier in de derby selectie. Geweldige winnares Isabella J.E. met Dikkie Hof. Honderd meter. 50 meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart voor de eerste derby selectie en direct is het Isabella J.E. die met Dikkie Hof de leiding neemt. En anderhalve lengte voorsprong heeft genomen op E-mail Okanje, de stalgenoot. Zo komen dan de eerste meters door in de eerste derby selectie en naderen dan de eerste bocht. Die gaan we nu ook indraaien. Met Isabella J.E. een aantal lengte voorsprong. Op de tweede plaats E-mail Okanje. Derde volgt erachter Incredible Dr. Paul. Indie Lady gaat in het buitenste spoor. Aan de binnenkant is het I Am Zandbergen. Daarachter volgt dan Indian Fanatic. Die wordt gevolgd door Ignacio en dan Ian Star. Dus een langgerekt veldje hebben we al. Als we voor de eerste maal de rechte lijn voor de tribune inbuigen en de paarden toch wat dichter tot elkaar komen, is het Isabella J.E. die altijd nog leidt. En Dikkie Hof kijkt eens achterom, ziet de concurrentie komen. In de vorm van Indie Lady, die in tweede positie ligt en het tweede spoor opereert. Daarachter volgt dan op de derde plaats E-mail Okanje. Vierde is I'm Zandbergen, vijfde Incredible Dr. Paul, zes Indian Fanatic, zeven Ignacio en achtste en laatste de groene pet van John De Leeuw bij Ian Stardust. We gaan de laatste ronde in de eerste derby selectie en we koersen aan op de Klingendaal bocht. En dat doen we met Isabella J.E. die een lengtevoorsprong heeft op Indie Lady die nog altijd op de tweede plaats ligt. Daarachter volgt in derde positie dan E-mail Okanje, de vierde plaats aan de buitenzijde. Voor Indian Fanatic. Vijfde aan de binnenzijde is I'm Zandbergen. Daarachter Ignacio. Die wordt gevolgd door Incredible Dr. Paul. En Ian Stardust is nog altijd de backmarker. Als de paarden halverwege de rechte lijn aan de overzijde komen. Met Isabella J.E. Isabella J.E. een lengtevoorsprong op Indie Lady. Die duidelijk in de wachtkamer ligt. En daarachter E-mail Okanje. Daarachter volgt I'm Zandbergen aan de binnenzijde. Daarachter aan de buitenkant dan als de paarden de bocht naderen. Is het Indian Fanatic. En daar komt dan Ian Stardust. Dus vanaf de laatste plaats nu naar het middenveld. En ik heb de indruk dat John De Leeuw toch nog wel wat verder gaat doorstoten. Naar stalgenoot Isabella J.E. wacht daar niet op en neemt twee lengte voorsprong op het tweede liggende paard Indie Lady. En zo zijn we dan in de laatste bocht. Daarachter op de derde plaats E-mail Okanje voor I Am Zandbergen. En Incredible Dr. Paul wordt gepasseerd door Ian Stardust. Dan Indian Fanatic. En Ignacio is nu op de laatste plaats waar te nemen. Als we in de laatste rechte lijn zijn, nu nog 300 meter te gaan hebben. En Isabella J.E. nog altijd leidt. Isabella J.E. Indie Lady op de tweede plaats. Daarachter I Am Zandbergen. Dan Indian Fanatic die door het pak heen komt en nu naar een vierde plaats komt. We gaan dan de laatste 150 meter in. En het is Isabella J.E. die nog altijd leidt voor Indie Lady. Isabella J.E. wint de eerste derby selectie. Heel gemakkelijk. Op de tweede plaats is het Indie Lady. Dan Indian Fanatic. En op de vierde plaats E-mail Okanje.